The Euroscope. During this ride, we will take you along and show you our panoramic metropolis. Elke stad heeft typische uitspraken. Ook onze Rotterdammers kennen er wat van. Veel voorkomende gezegden zijn dan ook: stad van handen uit de mouwen. En niet lullen, maar poetsen. Rotterdam heeft daarnaast ook diverse bijnamen, zoals 010 en Rotjeknor. Every city has typical characteristic sayings. Rotterdam inhabitants aren't unfamiliar with these. We could translate them, but it would lose their charm. Rotterdam is geboren in 1260. De geschiedenis van Rotterdam strekt zich uit over ongeveer 9 eeuwen. De stad is platgegooid en weer opgebouwd met een hart van goud. Rotterdam kreeg stadsrechten in 1340. Groen, wit, groen, dat zijn haar kleuren. Maar nog veel kleurrijker zijn haar 620.000 krachtige inwoners. Rotterdam is born in 1260. The history of Rotterdam extends to 9 centuries. Rotterdam receives her city rights in 1340. The city was bombed in World War II and rebuilt afterwards with a heart of gold. Green, white, green are her colors. It doesn't stop at green and white because Rotterdam has 620.000 beautiful, colorful inhabitants. De lichtblauwe brug met de asymmetrische kloon is de Erasmusbrug, ook wel de Zwaan genoemd. De Zwaan is 802 meter lang en 139 meter hoog. Vlak achter de Erasmusbrug ligt de Willemsbrug. Weer een klein stukje naar rechts staat de Hef. De brug is niet meer in gebruik en doet tegenwoordig dienst als monument. Niet ver hier vandaan staat de Van Brienenoordbrug uit 1964. Deze witte brug is in 1990 verdubbeld. De Light Blue Bridge, of asymmetric pylon, is de Erasmus Bridge, also called the Swan. It's 802 meters long and 139 meters high. The Willows Bridge is situated behind the Erasmus Bridge. When you move a bit to the right, you will find the Hef. The bridge is no longer in use and nowadays it serves as a monument. Close to these famous bridges, you will find the Van Brienenoord Bridge. This bridge originates from 1964. The White Bridge was doubled in 1990. Rechts van de Van Brienenoord Brug ligt voetbaltempel De Kuip. Dit stadion uit 1937 wordt door velen genoemd als het mooiste stadion van Nederland en ver daarbuiten. De voetbaltempel huisvest Feyenoord, de grootste van de 3 profclubs die Rotterdam rijk is. Wanneer u kijkt naar het westen, ziet u de machtige haven van Rotterdam. Tot 2004 de grootste van de wereld en nog altijd met ruime voorsprong de grootste van Europa. Per jaar passeren meer dan ongeveer 34.000 zeeschepen en ongeveer 110.000 binnenvaartschepen de Gateway to Europe. En wordt er bijna 430 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Onlangs is de haven met 20% uitgebreid tot in de Noordzee door de aanleg van het tweede maatschap. On the right hand side of the Van Brienenoord Bridge, the voetbaltempel De Kuip is situated. This stadium originates from 1937. A lot of people call it the most beautiful stadium of the Netherlands and far beyond. The voetbaltempel houses Feyenoord, the biggest of the 3 professional clubs which Rotterdam has. And when you look to the west, you will see the mighty harbor of Rotterdam. Until 2004, it was the world's largest harbor in the world. Now, it's still the largest of Europe. Approximately 34,000 seagoing ships, as well as 110,000 inland waterway vessels annually pass through the gateway to Europe, and almost 430 million tons of cargo are handled. Recently, the port has expanded with 20% into the North Sea because of the fact that the second Maasvlakte was established. Ook buiten Rotterdam is veel te zien. Zo is de skyline van Den Haag in het noordwesten vaak goed waar te nemen. Antwerpen, de tweede stad van België, is vaak te herkennen aan de koeltorens van Doel. Deze heet een rechtsachterstoomschip de Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. Outside of Rotterdam, there is also a lot to see, such as the skyline of The Hague in the northwest. Antwerp, Belgium's second city, can often be recognized by the cooling towers of Doel. These are right behind the steamship, the Rotterdam, which was the former flagship of the Holland America Line. Tot slot bevindt u zich in een unieke landmark van Nederland. Reus
van VWL-sprekers 150 meter hoog, 131 beton palerij en uitzicht door 125 ramen ervan 3 bed. Gebouwd ter ere van Floriade 69, ontworpen door Joep Maaskant. Wij zijn niet alleen in actie wel over 100.000 bezoekers per jaar krijgt, maar kunnen wij ons ook naar het eten of drinken. Of het in de brasserie, op 100 meter hoogte, genieten van een kopje koffie met gebak, lunch, diner en nog veel meer. Heeft u liever een tart van beer van Krek? Bezoek dan daily op 0 meter hoogte. Maar is het prachtig weer en bent u liever buiten, dan kunt u hier overigens ook diverse to-go items meenemen. We wensen u nog een prettige en ontdek nog veel meer mogelijkheden op onze website www.euromas.nl. Finally, you will find yourself currently in a unique landmark of the Netherlands, the Euromast. Giant of Rotterdam and the Netherlands. 185 meters high, 131 concrete columns rich, and a few through 125 windows and from 3 decks. It was built in honor of 48-1960 and designed by Joep Maaskant. We are not just an attraction that attracts hundreds of thousands of tourists annually, but you also can get the vibe of it for drink. You have the choice between two restaurants. We wish you have a pleasant visit